Zo, een hele goede morgen. We hebben lekker geslapen. Hangmat hebben we alweer opgeruimd. We zijn mega snel vandaag. Hier, kijk eens even, joh. Hangt allemaal geen hangmat meer. Motoren zijn weer lekker klaar. Gaan zo meteen de motoren eruit halen. Koffers erop klikken. Maar eerst gaan we even een bakje koffie doen. Kijk, we hebben hier een lekker bakje koffie te maken. Dat is wel nice, het is zo'n MSR setje, doe je gewoon benzine in en dan kan je gewoon mee koken. Hij doet het op diesel, hij doet het op benzine, hij doet het op kerosine, witte benzine, weet ik veel wat. Ik denk het is echt goud. Maakt wel een beetje een herrie, daar ben ik minder enthousiast over. Maar verder doet het wel prima, je hebt dus nooit te zeulen met van die campinggasflesjes, je kan hem overal vullen. En het ding doet het altijd. Ook met kou, met warmte, dat maakt me geen bal uit. Ik zal even uitdraaien, mijn koffie is klaar ondertussen. Werk is een trein. Het is echt super relaxed. Gisteren ook op gekookt. Ging ook als een malle. Dus Het wel. Ja. Ben je aan doen? Ochtendtherapie, oh ja. Tan heeft altijd een beetje ruzie met zijn spanbandjes. Die is nou zijn stoel aan het vastmaken. Gisteren was ingescheld natuurlijk. Ja, Twan heeft echt het inlevingsvermogen van het tuinhek. Dus dat ging voor geen meter. Maar ik heb goede hoop. Ik denk dat het vandaag wel goed gekomen. Plan was om hoeveel kilometer ook weer? 200? 200 nog wat? 200 of rood. Ja, 200 of rood. Op zich best wel een goed idee. Even water te zoeken, even zwemmen. Want we hebben niet gedoucht. We zijn al vanaf zaterdagochtend onderweg. Het is nu dinsdag. En we ruiken niet heel fris, zo zacht gezegd. Gaan we wat aan doen vandaag, even douchen in het water. Gaan even lekker zwemmen. Valt mij. Otse flots. Ja hoor. Ik hoor het aan je stem. Het zong klinkt echt zo. Interessant stukje dit. Zo'n Drenthe meets Ardennen. We hebben sectie 1 hebben we gehad en we beginnen nu met sectie 2. Dus dit is zeg maar waar je moet kiezen of je zuidelijker gaat of noordelijker. Ja, wij gaan dus noordelijker. Even kijken. Recht door denk ik. Ja, een beetje rustig rijden hier, want als je met die kuilen zit en die stenen. Loop je je volledige motor natuurlijk. Ik moet zeggen dat hier onze banden ook wel meer tot hun recht komen. Ik heb echt geen enkel probleem met die modder. Die modder heb ik echt helemaal geen problemen mee. Nee, dat dacht ik al. Oh ja! Now my wheels in motion and my dit is wel een andere koek. Nee. Raar dat het niet zo warm pak te zijn. Ik moet hier ook meer stenen. Ja. Jammer. Nee, dat is inderdaad niet. Stel. I'm not heading for the stars, driving down this boulevard.
hebben een heel chill plekje gevonden aan het water. Er is ook een wc op de achtergrond. We kwamen met een gast tegen, die had deze super dikke motor. Hij komt uit 1970, het was zijn eerste motor, zei hij. Hij heeft hem nooit verkocht. Dus hoe vet is dat? Gewoon zijn eerste motor in 1970 heeft hij al die jaren gewoon bewaard. Ja, dat vind ik wel heel vet. Nu gaan we even zwemmen hier. Lekker. Is het diep? Oh, dat is niet diep, hè? Oh. Lekker, man. Oh, nee. Als je staat, dan is het prima. Ja. Wat was dat lekker zeg. Even lekker gezwommen. We zijn weer helemaal fris. En zijn weer lekker on tour. Dit is toch genieten. Twan, is het genieten of niet? Oh, Twan zegt het is heerlijk. We hebben toch een spot gevonden. Niet normaal. Kijk. En dan rijden we gewoon hier van naar beneden met de motor? Of niet? Ja, gewoon. Kijk. We laten hem daar achter, want dan komen we nooit meer omhoog natuurlijk. Nee, dat maakt niet uit. We hebben een touw bij, dus een touw. We gewoon omhoog. Hé, hey, maar plekje wel hè, dit. Pol. Ja. En dit, we moeten even de motoren halen. Kijk, pakken dit pad. Maar ja, weet je, je moet gewoon die koffers mee zeulen. Dat is gewoon niet zo heel chill. Nee. Dan boeken we hem even naar de campingplek toe. Gaan daar eens even een lekker potje pils drinken. Oeh, die kunnen we weer koud zetten, gek. Lekker. Lekker, man. We hebben van dat laffe 3,5% bier gekocht. Zelfs wijn is 3,5%. Hoe dan? En als we malle die motoren daarin rijden, zijn we helemaal goud. Dekker.nl anders. Hier, dekker.nl. Even water, bier, handschoenen. We moeten ze even naar beneden brengen. Je bent ook lekker bezig. Zo, ga ik even de andere spullen halen. Ik zal jullie even een korte rondleiding geven. Hier hebben we Twan. Twan, zacht, goud. Dat kan. We hebben hier onze hangmatjes. We hebben er lekker bij in de wind. Een mosquitonetje erop. Het is super chill, zo'n mosquitonetje. Zeker hier in Zeden. Dat is wel een must, hoor. Nou, hier is de shelter. En daar is het water. Het is helemaal fantastisch. Hey, we gaan eten. We hebben hier een rietje, een camembertje, een olijfje, een whiskytje. Hamburgertjes, muisjes, biertjes. Nou, dat komt helemaal goed. Het kan niet anders dan dat het goed komt. En dan hebben jullie ook in de huis. Kijk hier, ik scoor in rood ook in de huis. Helemaal top. Oh, de vuurmeester. Snap je? Meester, vuur. Haha. Zo. Het is nog niet, toch? Ja, zeker. Even een biertje doen en dan misschien een potje kaart nog of zo, dat is misschien wel lachen. En gaan we daarna eens even lekker potje slapen. Bijna 12 uur al. 12 uur, we zijn daarna vroeg naar bed. Ja, niet gelukt. Nee, niet gelukt. Wat is wel gelukt? Motorrijden, eten, douchen, zwemmen. Ja. Alleen nog tanden poetsen, hebben we alles gehad. Ja, we hebben een hele dag gehad, ja. Super nice. Wat vinden we er zelf van? Dikke prima. Dikke prima. We moeten ook in de gaten houden dat we nog op tijd weer teruggaan natuurlijk. Want we moeten ook nog helemaal terugrijden naar Nederland. En jij moet om zondag thuis zijn. Ja. Nou hè, 12 uur s'avonds is ook maandag. Ja, maandagavond pas. Ja, maandag is maandag. Ja, dat is waar. Hé, we gaan even genieten. Oh, dit lampje is fel. Niet normaal zeg. Lijkt het een disco.